Hallo allemaal, dag 2 van ons bezoek aan Milton Keynes. Wat een feestje is het nu al. Zaterdag is de home run en nu zijn we even bij de fabriek. Ja, je kunt toch gewoon vragen of we binnen mogen kijken? Vorige keer zijn we binnen geweest, tenminste binnen het terrein. En Ingrid is even bij de receptie geweest. En ik kon toen niet parkeren en nu hopen we dat wel te kunnen. We gaan eens even kijken. En Ingrid? Hoppa, in de pocket. Ingrid kreeg van de portier het verzoek om een veilige parkeerplaats te zoeken. Nou, hier is niks mis mee, lijkt mij. Mooi fotomomentje ook meteen, hè? Dit is de entree, de receptie en meteen een prijzenkast. En niet een prijzenkast, dit is de prijzenkast. Christian Horner is er ook zo te zien. Deze hal waar we nu gaan kijken heet tegenwoordig de Stewart Building. Na Jackie Stewart natuurlijk. Als je binnenkomt is deze RB8 het eerste wat je ziet. Tenminste, ik denk dat het een RB8 is met verschillende updates. Hij is op de wand geplakt en ik heb het beeld een kwartslag gedraaid. Dus dan krijg je dit. Fantastisch om zo dichtbij te mogen kijken. Wat overigens iedereen kan, hè? Om bij de receptie te mogen kijken heb je niets nodig. Geen afspraak, geen roebels, niets. Mag je gewoon naar binnen. En het leuke is, je weet van tevoren nooit wie je er tegen gaat komen. En waarom deze heer zo aan het filmen is met die filmhelmcamera, ik heb geen idee. Maar ik wou het toch even laten zien. Overigens heb ik de beelden van Christian Horner en Dr. Helmut Marko een beetje ingekort. Omdat ze persoonlijk een rondleiding aan het geven waren in op het oog belangrijke mensen voor Red Bull. En dan vind ik dat ik dat niet in beeld moet brengen. That's it. Maar we hebben genoeg te zien. Kijk hier maar eens. Red Bull gives you wings. Nou Red Bull, bedankt. En voor de heftruckchauffeurs onder ons, je weet wat je te doen staat, hè? Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. We gaan nu naar Midsummer Boulevard, waar de home run-showrun gaat plaatsvinden morgen. En natuurlijk gaan we daar ook fantastische beelden van maken en met jullie delen. En als je dan hier het terrein afrijdt, moet je natuurlijk wel je ogen goed de kost geven. Want er is hier genoeg te zien. Bijvoorbeeld de nieuwste Red Bull Powertrains fabriek. Waar de nieuwe motoren voor Red Bull gemaakt worden. Eigenlijk zou Red Bull dit helemaal zelf gaan doen. En had werknemers overgenomen van Honda. Maar omdat Honda er toch wel spijt van had dat ze het contract niet verlengd hadden. Hebben ze gewoon afgesproken om een nieuwe samenwerking aan te gaan. Nou, die zie je hier. Tot zover ons geweldig bezoek aan de Red Bull fabriek. Wij hebben maar een fractie gezien van wat de mogelijkheden zijn. Want je kunt ook een tour boeken. Maar dan moet je allemaal van tevoren inplannen. Hebben wij niet gedaan. Maar als je in de buurt bent, kun je dit altijd zelf doen. En kijk eens hier. Dan is het toch echt geweldig om even af te sluiten met deze grote jongen. Hartstikke idee. Iedereen bedankt voor het kijken en dan rest mij niets anders dan onze sponsoren even te bedanken die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Tot de volgende!